Wij eisen een reisbus van de reisbureau Ratering uit Bijlen, waarvan de zitbanken zijn weggehaald en voorzien van gordijnen plus een chauffeur. Wij eisen van de Nederlandse regering dat er een vliegtuig klaar staat voor ons op het vliegveld te Schiphol. Wij eisen dat voor 12:45 aan onze eisen voldaan zal worden. Anders knallen wij een van de gijzelaars dood om 13 uur en de daaropvolgende halve uren elke keer één. Dus er zijn 3 doden om 14:30. Remde heel sterk. Kort daarna werd een deur opengegooid. Kwam er 2 personen, althans ik zag er 2 op dat moment, binnen. Met van die bivakmutsen op, gewapend. Ik denk de ene een Uzi of iets dergelijks had. En er werd geroepen, dit is een overval en allemaal rustig blijven, anders wordt er geschoten. En meekomen. Naar mijn gedachte was, hier is een gek in de trein. En heb geprobeerd het geweer afhandig te maken. In het pogen om het geweer afhandig te maken is ook een schot door de vloer heen gegaan van de eerste klas. En ik heb het geweer losgelaten. En heb mijn handen omhoog gestoken en mij overgegeven aan de groep. De machinist heeft gepoogd naar ons toe te komen. Dus ik weet alleen in een flits dat, nadat er een schot door de vloer was gegaan, de machinist gemaakt heeft dat hij weer naar zijn cockpit kwam, de deur heeft dichtgedaan en daarop is een schot gevallen door de deur heen. En dat is dus hem noodlottig geworden. Het was dat ze zelf op een gegeven moment zeiden, wij zijn Zuid-Molukse vrijheidsstrijders of iets in die geest. Anders had ik heel lang kunnen denken dat het misschien Palestijnen waren of iets dergelijks. De trein die stond kilometers van Bijlen af, midden in het veld. De eerste meldingen kwamen van een politieman die die trein had zien staan en dacht dat die trein was opgehouden doordat er een koe op de rails was geweest. En ik zat in de keuken te koffie drinken. En toen zag ik een auto aankomen. Ik denk, nou, wat moet die auto hier? En toen loop ik de gang in en ik kijk door het raampje van de voordeur en toen kwamen er 3 mannen en die kwamen tegenpad oprennen. Ik denk, trek de deur maar open, want er is vast wat bijzonders. En toen kwamen ze binnenrennen, mogen wij even bellen, want er is een trein overvallen. Ik zeg, nou, hier is de telefoon, maar die hangt precies recht voor de deur. Ik zeg, ga uw gang. Dat was een absolute verrassing. En ik herinner me nog heel goed dat het moment dat die telefonische melding bij mij binnenkwam, ik zat toen op het parket in Almelo, dat een enorme schok was. Ja, verbijsterd. Onthutst. Verbluft. Nou is mijn woordenboek leeg. Ja, en je was jong en je zag alleen maar zo'n gijzeling in de context van de onafhankelijkheidsgedachte. Dus je ondersteunde het volledig. Stond ik volledig achter. Als je een beetje weet van de BVD en van dat soort inlichtingendiensten, dan is het eigenlijk onbegrijpelijk geweest dat ze zo weinig wisten. Zo'n treinkaping moet worden voorbereid. Ja! Er is gewoon geen belangstelling geweest voor de groep als zodanig. Ik herinner me nog dat Wim van Leeuwen had het ochtendblad onder de arm en ik had mijn handtasje. En we stapten in de auto en we gingen. Ik zei tegen Wim, waar ligt dat eigenlijk, Wijster? Dat wist ik niet eens. Ja, ergens in Drenthe, zei hij, maar dat vinden we wel. Er waren 2 treinstellen. Ze hebben het ene treinstel gegijzeld en het andere is leeggelopen. Er was natuurlijk niet te eten of te drinken. En de toiletten waren ook gauw mis.
En ze hebben al heel gauw de beugel laten zakken, zodat er geen stroom meer kwam. En dat betekende dus ook dat er geen verwarming meer kwam. En de eerste contacten, zowel van mijn vriend Rob de Groot als van mij, was gevolg te geven aan hun bevelen om de ramen te blinderen. Dus we hebben ons direct gemeld als plakkers van vele stapels kranten om de ramen te blinderen. En ze waren ontzettend geagiteerd. Er werd ontzettend vaak ook over de intercom in die trein werd er geroepen naar elkaar. Blijkbaar hadden ze ook de verwachting dat er direct zou worden aangevallen of dat er direct politie bij die trein zou komen. Dus ze waren continu aan het heen en weer vliegen om te zien van worden we niet overvallen. We hebben passagiers in het beginstadium van de actie hebben we ze tussen de schuifdeuren geplaatst of vastgebonden. Meer om een schrik-effect te creëren binnen het hele bij die mensen zelf. Zodat ze toch merken dat wij het serieus nemen. Na korte tijd laten de kapers enkele passagiers vrij en geven ze een brief met de eisen mee. Deze brief wordt om 11:29 ontvangen door de burgemeester van Bijlen. Wij eisen een reisbus van het reisbureau Ratering uit Bijlen, geschikt voor ongeveer 60 personen, waarvan de zitbanken zijn weggehaald en die voorzien moet zijn van gordijnen en een chauffeur. We eisen van de politie degelijke handboeien om te voorkomen dat wij voortijdig op de gijzelaars moeten schieten die denken dat ze streken kunnen uithalen. Ze vonden een trein, dat vonden ze te onnozel. Dat is niks om een trein te kapen. Dat moest een vliegtuig zijn. Dus er moest een bus komen. Dan zouden ze naar Schiphol gaan. En daar zouden ze dan een vliegtuig kapen. En dat was het serieuze werk. Dus dat was het plan. Nou, we gingen dus het draaiboek toepassen. En het draaiboek voorzag erin dat er een crisiscentrum zou worden ingericht. Onder leiding van de minister van Justitie. En o ongelukkige, dat was ik. En dat begon onmiddellijk te functioneren. Voor zover ik weet, was het enige draaiboek wat we hadden, dat was opgesteld na de gijzelingen in München. Dat regelde eigenlijk alleen wie moest gewaarschuwd worden, in welk stadium en welke bijstand moest ingezet worden en zo. Maar geen interactie. Daar was niks voor. Echt een teken van de buitenwacht kreeg ik zelf voor het eerst op de avond. Ik denk dat het zal tussen 7 en 8 geweest zijn, daar wil ik af zijn. Maar het was in elk geval al donker. En toen werd er een boodschap omgeroepen. Hier spreekt de burgemeester van Bijlen. Wij hebben uw eis ontvangen. We moeten overleggen en wacht u ons antwoord af. Iets in die geest. Hij was nog niet uitgesproken of er werd geroepen die klote burgemeester. Blijkbaar was de bemoeienis van de buitenwereld nog niet verder gegaan dan het gemeentehuis van Bijlen. En dat was iets anders dan ze hadden geëist. In onze benadering om zo snel mogelijk weg te gaan is nooit in ons scenario opgenomen dat wij gaan onderhandelen met iemand van de regering. In ons scenario is alleen maar binnen 24 uur weg en geen onderhandelingen. In de eerste plaats moest er een bus komen volgens de daders en die wilden ze ook zien. Dus die is neergezet en toen intussen zijn dus de onderhandeling, want ze moesten niet alleen de bus, ze wilden dus met die bus ook natuurlijk verder. Ze wilden naar Schiphol. U ziet dat alle plaatsen in de bus zijn verwijderd. Er zijn geen stoelen meer in. Speciale bescherming voor de ruiten is er niet getroffen. De gordijntjes die er waren, die hangen er nog. De bus die gearriveerd is, al dan niet met handboeien, dat hebben we niet kunnen zien, maar de bus hebben we zien staan. We stond daar opgesteld bij zo'n spoorwegovergangetje bij het crisiscentrum, bij die boerderij daar in het veld. En we hebben ook de bus zien vertrekken. En we weten wat lekker gevolgen dat heeft gehad dat de bus weer vertrok. Ik vond dat een uiterst stomme zet. Want dat veroorzaakt een explosie van extreme frustratie en onmacht. Hoe reageerde de Molukkers erop dat die bus niet kwam uiteindelijk? Ja,
beledigd, gekrenkt. Zij vonden dat er sprake was van woordbreuk. Bevoegdheden in een dergelijke affaire heb je natuurlijk eigenlijk niet. En de burgemeester was de eerste die... Er was nog helemaal geen beleidscentrum of iets. Die met de affaire werd geconfronteerd. En die heeft naar beste weten gehandeld. En dat hij door Van Acht en de zijnen op de vingers is getikt. Het zal wat harder zijn gegaan dan op de vingers tikken, maar die had kennelijk geen toestemming. Dus de deskundigen hebben zijn rol overgenomen. Nou, het eerste wat de deskundigen deden was opdrachtgever de bus te laten vertrekken. Ik meen me te herinneren dat van het begin af aan het uitgangspunt geweest is, het wordt hier ter plekke opgelost. Het was niet de bedoeling dat die bus naar Schiphol zou rijden, dat was niet de bedoeling. We hielden met alles rekening mee. Met een valstrik, met alles. Dus we wisten ook wel, zolang we niet, zoals we in onze gedachten hadden, in die vliegtuig zaten. Zelfs in die vliegtuig hadden we, gingen ervan uit dat het een valstrik zou kunnen zijn. Dus we waren daar op alles berekend eigenlijk. In Molukse kring geldt een man, een woord. En ik denk dat men daar buiten veel te weinig rekening mee gehouden heeft dat het geen politici waren die met die kaping bezig waren, maar jongens die denken dat als ze een toezegging krijgen, of menen dat ze een toezegging gekregen hebben, die dan ook nagekomen verwachten. Ik was thuis, ik had een vrije dag. Nou, het volgende was wat er gebeurde, dat was dat mijn chef, de heer Schuiling, bij mij kwam. En die zegt, oké, ik moet iemand hebben die naar de trein gaat, wil jij dat doen? Ja, heb ik toen gezegd, dat wil ik wel doen. En meneer Schuiling, die brengt mij naar de trein, richting trein. Met de medeneming van 2 megafoons. En nou, dan ben ik gaan lopen, gewoon via het spoor richting trein. En ik nader dus de trein. En vanuit mijn positie lag links voor op de kop van de trein waar ik vandaan kwam. Daar lag een lijk. Ja. En ik meen uit de voorste coupé zie ik een Molukker staan met een wapen. Ik meen een lang wapen. En ik wil langs dat lijk lopen, want ik moet verder om die megafoons af te leveren. En hij zegt, eroverheen lopen. Dat heb ik ook maar gedaan. Ja. En dat was een... achteraf is dat... de machinist geweest. En hij droeg een bordeauxrood colbert. Onze eerste zorg was natuurlijk niet het beleidscentrum, maar de pers. Zorgen voor een locatie voor de pers, zorgen dat er telefoonverbindingen zouden komen. Dus in dat gemeentehuisje was intussen ontruimd. Op de bovenverdieping zat het beleidscentrum, wat dan de raadzaal was. Beneden, waar de gemeentelijke diensten gevestigd waren, was ontruimd en dat werd het perscentrum. De Molukse problematiek was men in het buitenland helemaal niet op de hoogte. Ik herinner me nog dat een man van American Broadcasting Company, die kwam en die zei, where the hell are the Molukkans? We've correspondents all over the world. We've never heard of them. Naar Wijster toe gaan was natuurlijk toen al niet meer mogelijk, omdat de zaak al vrij behoorlijk was afgeschermd. Ik weet, we hadden een correspondent die daar uit de buurt vandaan kwam en die had een contact vlak bij het spoor, dus dat was dan in dit geval die boerderij. En ben toen in de auto van die man ben ik dus naar de boerderij gereden. Het blik op de trein was vrij sumier. Je kon eigenlijk heel weinig zien. Ik had een plek gevonden in een schuur. En in een oud varkenskot. En daar ben ik toen mijn spullen gaan opstellen. En toen bleek dat Stabbebelt had restlichtcamera. En dat was dus eigenlijk toch wel ook vreselijk gunstig voor de politie die dat niet had.
En toen is de deal gesloten dat hij dan mocht blijven zitten als de politie ook van die camera gebruik mocht maken. Je had een trein die afgeplakt was met één compartiment. Dat was het voorste compartiment. En daar zat onder meer ook een bagageruimte in met een dubbele schuifdeur. Nou, dat was de enige wat niet afgeplakt was. Dus, en daar kon je nog wel eens een keer iemand doorheen zien lopen. En dat waren natuurlijk, ja, dat waren dus de kapers. Kapers die werden op een gegeven moment werden die nogal geagiteerd. Waardoor je ja, vanzelf eigenlijk al dacht van, oh god, er gaat weer wat gebeuren. Vrij achter in onze coupé. Ik zat met mijn rug in de rijrichting, dus ik kon dat eigenlijk goed zien. Daar zat twee of drie militairen in uniform. En ja, toen 2:00, 2:30 denk ik dat het was, toen werd er dus iemand meegesommeerd naar voor. Dat was die militair, Leo Bulten. En toen is hij naar een zijportaal gevoerd. En toen voelde hij kennelijk al ja, dat hij mogelijk een slachtoffer zou worden. Hij heeft nog gevraagd aan die Zuid-Molukker, en ik geloof dat dat Appie was. Hè? Kun je praten met mij? Hè? Wil je met mij praten? Hm? Kan er nog gepraat worden of iets in die trant? En dat kon dus niet meer. Je hoorde de ketting van de balkondeur losgemaakt worden. Dat gerammel van een ketting. Even later hoorde je een schot. Je hoorde dat er iets zwaars uit die trein viel in het grind. Ja, en toen is hij met 14 schoten, geloof ik, heeft hij in totaal opgelopen. Hij is niet kinderachtig doodgeschoten. Je hoorde ja, ook gekreun. Je hoorde het grind bewegen. En dat, ja, later heb ik dat ook begrepen. Die jongen die lag met zijn armen en zijn benen gewoon in dat grind te krabben. Dus dat hebben we gehoord. Er is nog een Zuid-Molukse kaper die is, terwijl hij in de berm lag, die heeft hem nog een soort, zoals hij dat dan noemt, een genadeschot gegeven. Hij lag kennelijk nog een beetje te stuiptrekken of zo, te kreunen. En toen was het stil. En waardoor je op dat moment dus echt het ijskoude gevoel kreeg van, hier gebeurt in koele bloeden een moord. Onze verslagenheid toen wij hoorden van dat er nog een slachtoffer was gevallen, dat was vreselijk. En ik geloof dat ik toen ook gezegd heb dat het betekende dat er een half uur later weer iemand aan de beurt zou zijn. Ja, ik denk dat ze die bus niet terug hadden moeten trekken. Dat was een soort escalatie van de kant van de Nederlandse overheid. En de treinkapers die hebben dat gezien. Hey, ze trekken die bus terug. We krijgen onze zin niet. We staan voor schut als we nu niet ons dreigement uitvoeren. Dus ja, misschien hadden ze die bus niet meteen moeten laten rijden, maar ze hadden hem dan wel moeten laten staan. Je was voortdurend bezig, natuurlijk, met het wegen van mogelijkheden, waarschijnlijkheden, kansen en risico's. Maar wij vermoeden, het was onze inschatting, dat niet zou gebeuren. Dus natuurlijk was de algemene instelling van het crisisteam in Den Haag om zo weinig mogelijk concessies te doen. Altijd langs de rand van de afgrond te blijven gaan. Toen we dus wisten dat er twee man gedood waren in die trein, hield dat in dat wij opdracht kregen om, wanneer er meer executies zouden volgen, daar direct onze maatregelen op zouden moeten nemen. Namelijk, als we dat zouden kunnen voorkomen door de terrorist dood te schieten, dan moest dat gebeuren. Wat een enorme belasting was voor degene die daar achter die kijkers en achter die geweren lagen. In Wijster was er inderdaad een optie van, wanneer vallen we aan? En dat was bij 7-1, als van de terroristen er 6 buiten zouden staan, dat die dus uitgeschakeld zouden worden. En op een gegeven moment deed die situatie zich voor. En toen
voelde het beleidscentrum zich toch niet bevoegd om die beslissing op dat moment te nemen. Dat was het enige moment, had men toen moeten zeggen en nu doen. Dan had het nog succes kunnen hebben. Men aarzelde, men ging toch weer ruggespraak plegen met het crisiscentrum. En toen was het zo over, want toen kwam er bericht van de politie. Het hoeft al niet meer, want ze zijn alweer naar binnen. Als je ze zou doden, zou dat grote repercussies in Nederland gehad hebben, denk ik. Waar de regering zeer beduust voor was. Terecht heeft ze wel alle mogelijkheden bekeken. Maar als je ze op een andere manier zou willen uitschakelen, zou je ze dusdanig verbonden dat ze voor de rest van hun leven invalide zouden zijn. En dat wilde de regering natuurlijk ook voorkomen. We zijn ook altijd vanuit gaan van, ze gaan geen rare dingen doen. Al staan er 4 mensen buiten, er zijn nog 3 of 2 mensen binnen, die gaan echt geen rare dingen doen. Er is een plan geweest om met een trein de stilstaande trein te benaderen. Dan waren er platte wagens, daar lagen bielsen op. Dat was ook een stuk bescherming voor de mariniers die dat zouden uitvoeren. En wil je iets doen om die trein binnen te komen, moest je precies voor die deuren stoppen en zo. En daar dan een overstap maken, de deuren laten springen, in ieder geval die trein binnendringen. Het bleek niet wel mogelijk om die trein exact stil te zetten op de plek waar die moest zijn. En daarom hebben we dat plan laten varen. Den Uyl kwam telkens weer met nieuwe ideeën. Wensen dat dan uitvoerig door te praten. Hij is ook, dacht ik, met dat plan gekomen dat er parachutisten op het dak van die trein moesten landen en dan fluwelen slofjes aan hebben. Er is een plan geweest om een heleboel vuilnis van de FAM erbovenop te storten, bovenop die trein, en de mensen gek te laten worden van die meeuwen die erop af zouden komen. Er was een plan geweest dat Balinese danseressen of Molukse meisjes in een kooi daar buiten gezet zouden worden en dan zouden dansen, wat schaars gekleed. En die dan, ja, toch, die mensen zouden moeten denken, we kunnen toch beter buiten de trein zijn bij dat meisje dan in de trein met deze slachtoffers. Er is een ongelofelijke trits geweest van volkomen onzinnige voorstellen, maar wij hadden ze serieus te nemen, want soms kwam het van een heel belangrijke bron die ook serieus beantwoord wenste te worden. Tegen de avond, tegen donker, ben ik opgehaald van mijn zitplaats en gebracht naar de stoel van de machinist. En daar ben ik overigens correct op vastgebonden. En zat daar als levend schild, want men verwachtte een aanval van buitenaf. Er is mij in de eerste plaats gevraagd of ik pogingen wilde aanwenden om de trein aan het rollen te krijgen. En toen heeft men mijn handen weer losgemaakt, want ik wilde die poging graag ondernemen. Ik had er totaal geen idee van, maar ik zag een hoop knoppen en hendels. En had nog maar één hoop om die aan dat stalen ding in beweging te krijgen. Ik denk, dan hebben we allemaal nog een kans om onderweg eruit te springen. Maar daar kwam dus geen beweging in het kring. S'avonds om 8:30, ring aan de bel. Ik naar de voordeur toe. Stond de politieman voor de deur bij ons. Meneer Passereiro, ja, zei ik, ik ben het. De jongens in de trein vragen naar u. Toen schrok ik wel even. Ik zei, o jee. Ik naar boven toe, is gebeden bij ons boven en jasje gepakt met de politieman mee. Via post Anton. En toen was al, denk ik, de 2 slachtoffers gevallen. Hè? De conducteur en de soldaat. Maar goed, ik in de trein gestapt. En nou ja, goed, daar staan wij dan. Zij daar. En ik ook in de trein. Ik zei, van wat is de bedoeling, jongens? Nou, Bouzet, dit zijn onze eisen. Breng dat maar naar hun toe. Maar ze stelden ook een ultimatum aan, hè, de jongens, van als het niet gebeurt, dan schieten wij weer mensen dood. De kapers die hebben op de derde dag van de gijzeling
hebben ze een zoveelste set eisen meegegeven, waaronder een boodschap aan het Nederlandse volk. Het moest voorgelezen worden door mij, voor de televisie en de radio. Dan zal er weer wat anders gebeuren. Ja, maar zij willen dat ik dus dat lees. En hier, maar het beleidscentrum ging er niet op in. U moet zich even voorstellen, wat hier gebeurde was natuurlijk een heel ernstige inbreuk op de rechtsorde. En misdadigers dan ook nog de gelegenheid te geven om hun propaganda uit te zenden. Dat ging ons te ver. Hij heeft het afgegeven en is toen weer teruggestuurd naar de trein. Althans, het was de bedoeling dat hij daar naartoe zou gaan. Met de boodschap, we zullen erover denken om dit te publiceren. Maar er moeten eerst zieken en bejaarden worden vrijgelaten. Nou, dus hij komt dus terug met die boodschap van, dat willen ze niet. Dat betekent dat wij toen moesten handelen en dat was de derde. En toen zegt Paul Samima tegen mij van, en nou, als het zo is, Boenzet, gaat u maar weer terug en zegt tegen hun van, het is nu over en uit. Wij praten niet langer meer. En nou is het laatste ultimatum afgelopen. Nou gaan wij. Nou gaat iets gebeuren. Dus ik schrok me het apenzuur natuurlijk. Ik dacht van nou, ik weer terug, zo gauw mogelijk terug naar het beleidscentrum via Post Anton. Ik zei van, het is nu echt menens, nu in de trein. Moet het nog zo doorgaan? Ik zei van, waarom mag ik het niet voorlezen? Ongelooflijk wat die meneer González elke keer tegen mij zei van, ach meneer Persireron, zelfs van Binsbergen ook hoor. Ze waren ongelooflijk, die González zei, gaat u maar terug meneer Persireron, het zal echt zo'n vaart niet lopen. En gaat u maar terug naar de jongens in de trein. En zeg maar dat ze zich over moeten geven als soldaten. Ik zei van meneer Van Binsbergen, het zijn geen soldaten. Het zijn gewoon jongens. En ik ben hun broer. Begrijp dit nou? Nou, nee, meneer Persireron toch. Neemt u een broodje en eet u. En het zal echt zo vaart niet lopen met een ultimatum van hun. Ze geloofden mij gewoon niet. Ze geloofden ook de jongens in de trein ook niet meer. De heer Persireron heeft toen inderdaad getracht om hen af te houden van die daad van liquidatie. En dat ging in Maleis. En ik heb daarbij gezeten toen de heer Persireron aan die veldtelefoon met hen sprak. Heel emotioneel. Huilen, smeken, bidden, op zijn knieën op de grond zitten met die telefoon in zijn handen. Plotseling de horen neergooien en zeggen, ze gaan het doen. Toen heb ik getracht ze aan de telefoon te krijgen. Daar reageerden ze niet meer op. Meneer Bierling werd ook verzocht mee te gaan. En vraag me niet waarom meneer Bierling, want dat had ook ik kunnen zijn. Wat iedereen kunnen zijn. Wat wij gemerkt hebben, vind ik dat we dat voor ons moeten houden. Op een gegeven moment zag ik een van die knapen van dat trappetje, het balkonnetje af, door dus dat compartiment lopen, wat niet was afgesloten. Met daartussen een vrij lange man in een beige pak met een gelig overhemd en een donkerrode stropdas, bril op. En toen pakte een politieman, waren de kijkers natuurlijk naar de trein gericht. En de deur ging open. Ja, ik kreeg eerst op de gelegenheid om te knielen en te bidden. Met daarnaast die twee knapen, ook weer met een doek voor hun mond. En dan zie je die man om zich heen kijken. Heel nadrukkelijk. En ook naar mij kijken. Maar hij ziet mij niet. En dan zie je die man ook zijn ogen dicht doen. En dan komt er uit de kilte een hand met een zilverkleurige colt. En dat wordt op het hoofd gezet van die man. Ik weet niet of er nog wat geschreeuwd werd of wat dan ook. En in ieder geval hoorde je een schot. Dat hoor je altijd later. Het geluid komt even later. Je zag die man dus voorover vallen. En dat is
Iets wat ik nooit in mijn leven zal vergeten. Dan heb je toch een moment dat je down bent, wraak wil, wat niet kan en waar je ook eigenlijk niet aan moet denken. Ik denk dat dat een onderwerp is wat we ook voor mij persoonlijk beter kunnen laten rusten. Nou, ik kon het niet meer houden. Ik ben de wc maar ingerend en toen heb ik daar alles uitgekotst wat ik kon uitkotsen. Goedendag. Dat was echt een hele aangrijpend moment. En wij hebben dus met elkaar een potje staan janken. Echt staan janken. Nooit goedgekeurd wat we gedaan hebben. Het executeren van mensen, hè? We hebben nooit goedgekeurd. Maar toch deden we het. Geen leuk gevoel. Ik ben een beest als ik zeg dat ik er geen gevoel aan heb. Dan ben ik een beest, denk ik. Maar je voelt wat. Wat ik voel, dat heb ik nooit aan mensen verteld. Niet aan mijn ouders, alleen mijn vrienden weten wat ik voel. Want wij hebben dat zelf ervaren wat het voelt. Toen ben ik zo kwaad, ik ben naar het blijstrand toegegaan. Ik zeg van mijn heren, is dit nou wat u wil? Weer een slachtoffer daar. En toen waren ze echt pas stil. En na de hand, toen kwam pas die brief met de eisen voorgelezen worden, maar niet door mij. Het is 3,5 minuten over 1. Dit is de Hilversum 3. En ik denk dat we wat nieuws hebben, zowel uit Amsterdam of uit Bijlen. Ja, Tom Mulder, hier is even ten Appel in het crisiscentrum in Bijlen. Deze boodschap die moet aan het Nederlandse volk worden overgebracht. En het komt ongeveer hierop neer dat de Zuid-Molukse jongeren, de terroristen dus in de trein, zich achteruitgesteld voelen door Nederland. Er staat onderin, ik zal het even citeren, en ook omdat het Nederlandse volk haar stem niet heeft laten horen toen op 25 november 1975 koningin Juliana, dat is dus bij de onafhankelijkheid van Suriname, gezegd heeft dat ieder volk recht heeft op onafhankelijkheid. En dat staat... Maar indien ik met zekerheid had geweten dat het niet publiceren van die verklaring de dood van een gijzelaar tot gevolg zou hebben gehad, dan hadden we het wel gedaan. Het beleidscentrum heeft zich zonder meer verantwoordelijk gevoeld, naar mijn smaak, voor de executie van Beerling. En ja, we hadden dat misschien kunnen vermijden, hoewel ik tot op de dag van vandaag niet zie hoe. Ja, ik vond dat nu er al 3 dodelijke slachtoffers waren gevallen, dat alle grenzen waren overschreden en naar mijn mening zou er nu ook zo snel mogelijk moeten worden op ingegrepen. Maar het crisiscentrum in Den Haag had nu eenmaal zich op het standpunt gesteld dat deze kaping door middel van onderhandelingen tot een einde moest worden gebracht. Dus er werd geen toestemming gegeven voor ingrijpen. 1 uur, Radio Nieuwsdienst ANP. Om 10 minuten voor 12:30 zijn in Amsterdam 6 gewapende en gemaskerde mannen het Indonesische consulaat aan de Brachthuizerstraat binnengedrongen. Bewoners van aangrenzende huizen hoorden dat er in het consulaat werd geschoten. De politie heeft de omgeving afgezet. Vanuit Hotel Columbus in de buurt kon worden gezien hoe personeel zich vanuit de tweede verdieping via een touw in veiligheid probeerde te stellen. Terwijl ze probeerden een goed heenkomen te zoeken, werd er geschoten. Een van de mannen schrok hiervan zo erg dat hij van een aantal meters naar beneden viel en gewond bleef liggen. Uit gesprekken die de politie heeft gehad is gebleken dat er ongeveer 28 tot 30 personen zich in het consulaat moeten bevinden. Onder hen zijn 4 Nederlanders, 2 mannen en 2 vrouwen. Iedereen bevindt zich op de tweede etage, dat is de etage met het balkon. We horen dat in eerste instantie uit de radio die wij toen bij ons hadden, dat er een actie van de Molukkers in Amsterdam gaande was. Maar die radio die begaf het toen op een gegeven moment. Dus dat stukje hadden we nog meegepikt op het nieuws.
nieuws van 10 uur, geloof ik. En s'avonds, het was in ieder geval s'avonds dat we dat horen. Nou ja, natuurlijk, we schrokken ervan. Hè? Want in onze planning is dat nooit bekendgemaakt dat er een tweede actie zou plaatsvinden. Toen de actie begon in Amsterdam, wij eigenlijk vrij snel de overtuiging hadden dat hier sprake moest zijn van een goed geleide organisatie die in principe willens en wetens deze actie coördineerde om die tegelijkertijd met de dood van de heer Bierling te laten plaatsvinden, als het ware. Want het was op dezelfde dag en nagenoeg ook op dezelfde tijdstip. Zoiets van, nou, als dat zo zou zijn, nou, dan goed, dan... Dan zitten we heel erg goed. De Nederlandse overheid concentreert zich niet alleen maar op ons, maar ook op het consulaat in Amsterdam. Toen wij hoorden van de derde dode die neergeschoten was, toen was er natuurlijk in zo'n crisiscentrum grote mate van bezorgdheid van hoe kunnen we hier een eind aan maken. En dat is eigenlijk wel reden geweest voor de regering om de onderhandelingen zeer te intensiveren. Ik kwam binnen op het departement van justitie. Toen ben ik toegelaten tot de heren Den Uyl en Van Agt. Heel typisch gesprek. Vraag aan mij, denkt u dat er in de Molukse gemeenschap middelaars gevonden kunnen worden? Ja, heb ik toen geantwoord. Ja. Maar denkt u dan dat er ook mensen gevonden kunnen worden die daarvoor het niveau hebben? Ja. De Molukse gemeenschap kent artsen, de Molukse gemeenschap kent apothekers, er zijn juristen. En ik herinner me nog het gezicht van de beiden, want ze hadden niet gedacht dat dat in de Molukse gemeenschap ook aanwezig zou kunnen zijn. Toen kreeg ik een telefoontje of ik wil bemiddelen, dus ik heb me aangeboden. En toen werd mij gevraagd of ik bereid was met mevrouw Samokiel samen te werken, om samen naar de jongens te gaan. Zei ik, nou, mevrouw Samokiel kent de jongens beter dan ik. Want die woont in Schattenberg. Nyonya Schelte datang sendiri jam 8 pagi, stop dengan auto di muka rumah. Lantas kita jawab untuk mevrouw Schelte bahwa beta bukan pemimpin. Lantas antum bilang sekarang kita orang tidak bisa berbicara politik karena itu anak-anak bilang dorang bikin tagal I punya suami. Terus beta ikut. Maar we zijn daar geweest, we hebben ons gemeld bij de jongens en ze zeiden, wat komt u hier doen? Ze zeiden, nou, zo en zo is het geval, we willen met jullie praten. Nou, we hebben u niks te vertellen hoor. Zijn we naar huis gegaan, eerste keer. Buiten het feit dat ze vrouw is van geëxecuteerde Miss Dr. Chris Moegel, dat ze ook... toch een moeder is die dan aan haar kinderen zegt van... ja, zo hebben we dat opgevat, van jongens, doe dat niet meer. We proberen haar ook uit te leggen waarom we het deden. En ja, goed, toch probeert ze ons daarvan af te houden. In ieder geval moest ik 's middags... Het was een schitterend mooie middag, een mooi zonnetje erbij. Moest ik een veldtelefoon moest ik naar de trein brengen. En die moest ik vanaf post Anton moest ik naar de trein brengen. Dat was een heel gesjouw, was een heel eind. Er zaten allemaal kabels aan. En ik moest door de sloot en dan dat taluut op. Het eerste gedeelte op de kop. Daar heb ik dat spul aangegeven. Ik heb de werking uitgelegd. Ik moest dan zeggen dat ze aan het slingertje moesten draaien om contact te krijgen, maar... Ik had duidelijk indruk dat het absoluut niet dringend noodzakelijk was dat het zonder een slingertje op wil werken. Je zou natuurlijk wel gek zijn als je een telefoon gaat brengen die alleen maar werkt als de Molukkers daar een knopje omzetten. Als je daar een telefoon brengt, dan zorg je dat die telefoon in ieder geval dat die zo werkt dat je voortdurend in ieder geval contact hebt en niet alleen wanneer de Molukkers dat willen. Toen ze kwamen met die veldtelefoon, hadden we zoiets van een veldtelefoon. Moeten we met een veldtelefoon? Wij hebben dat ding niet nodig. Ik denk, er zit een ingebouwde microfoon in. Zonder dat je aan dat slingertje draait. Eventuele conferenties die in de buurt bij het apparaat worden gehouden, die worden eventueel beluisterd. Maar toen de Molukkers daar niet over begonnen, was ik de laatste die die kabel te sprake heeft gebracht. Dat was naar mijn smaak helemaal de kat op het spek binnen. Dan hadden ze me terecht kunnen houden daar. We hadden een uitstekend afluistermogelijkheid ingebouwd in verpakkingsmateriaal.
Maar dat ding dat werd naar buiten gegooid en kwam onder de pijp waar de toiletten zich loosden terecht. We hebben daar vele geluiden gehoord, maar niet datgene als we wilden oppakken. Er was op een gegeven ogenblik in het beleidscentrum discussie over het zenden van eten naar die trein. En wat dat moest zijn en hoeveel dat moest zijn. En op een gegeven ogenblik is dan beslist dat dat niet al te royaal mocht zijn. Ik geloof dat het de derde dag was dat er voor het eerst een keer eten kwam. Totdat gamellen werden gebracht met stampot boerenkool. Nou, iedereen zag die gamel staan en dat rookje uiteraard ook. Dus het water liep iedereen al in de mond. En toen kwam de vraag van hoe gaan we dat opeten? Hebben ze bestek meegestuurd? Nee. Hebben ze borden meegestuurd? Nee. Er was wel een gamel met koffie of met thee en er waren plastic bekertjes van die bekende weggooidingetjes bijgeleverd. Iemand had een schaartje, iemand had een mesje en toen hebben we van die bekertjes met zo goed en zo kwaad als dat ging een soort lepeltje geknipt. We zullen de boerenkool moeten opeten met die plastic bekers. Dus het is een lollig gezicht om te zien van boerenkool met plastic bekers eten. En dan probeerden wij maar dat bekertje stampot leeg te krijgen. Achteraf is dat gemotiveerd met, ja, we hebben geen bestek mee willen sturen om jullie niet aan de verleiding bloot te stellen dat je met vork en mes een molukker te lijf zou gaan. Maar er waren ook dingen waarbij ik mijn vraagtekens had als ze iets vroegen. Ik weet me nog goed herinneren, op een bepaald moment zegt de kaper tegen mij, hey man, wij moeten verband hebben. Ik zeg, verband? Zijn er gewonden? Eerste vraag natuurlijk. Nee man, voor die vrouwen. Ik zeg, verband voor vrouwen? Zijn er dan vrouwen gewond? Nee, dat was natuurlijk ook niet zo. En toen vertelde hij mij dus dat alle dames spontaan ongesteld waren geworden en het damesverband moest komen. Toen is er het een en ander van dat spul gebracht. Papieren damesslipjes in de allerkleinste maat. Er was precies één meisje wat daarvan een exemplaar aankon. Al was het met moeite. En de rest van de dames kreeg geen schoon ondergoed. Er werden tampons gebracht van een maat waarvan ik niet wist dat ze buiten de veterinaire sector verkrijgbaar waren. Die heeft dus ook niemand kunnen gebruiken. Dus men heeft gewoon hele periode lang in zijn eigen vuil zitten omkomen. En er waren toch erbarmelijke omstandigheden op dat moment. Kou, toiletten die niet netjes waren natuurlijk en hygiënisch. Mensen niet voldoende eten, medicijnen, comfort, niet kunnen wassen en dergelijke. Dat draagt bij tot verhogen van de stress en het beëindigen ook van zo'n kaping. Er is constant een spelletje gespeeld. Ik denk een soort psychologisch oorlogsvoeringje. Om uit te testen hoe daarop gereageerd zou worden. Het is nu 3:30. De gijzelaar is opnieuw het balkon van het consulaat verschenen. En net als vanmorgen is hij weer vastgebonden met elektriciteitssnoer. En wordt hij vanuit de kamer onder schot gehouden. In Amsterdam werden gisteren 7 van de 11 kinderen die in het Indonesische consulaat gegijzeld werden vrijgelaten. Hier ziet u 2 kinderen die met dominee Metiari het consulaat verlieten. Ja, als ik me goed herinner was het op Sinterklaasavond. En dat er op de ruiten gebonkt werd. En dat de aalmoezenier van de mariniers als Sinterklaas verkleed voor het raam stond. En op datzelfde moment hoor je dan zingen van Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. En dan, ja, dat is ook de realiteit van het moment natuurlijk. Wordt er plotseling vanuit het veld gemeld, explosie in de trein. Ja, we zaten eigenlijk zo'n beetje de avond door te brengen zoals we dat steeds deden. Spelletjes en dergelijke. En op een gegeven moment ging er een schot, waardoor het uiteraard ogenblikkelijk dood en dood stil was van wat zou er gebeurd zijn. Op dat moment hoor je dus iemand hevig kreunen. En toen bleek dus dat er een Uzi van een van de treinkapers af was gegaan. Daar waren patronen in het bagagerek geschoten. En dat was gericocheerd, dat schot, in het oog van de treinkaper. En ik ben toen naar voren gelopen en struikelde toen over iemand die in dat gangpad lag. Nou, dat bleek dus een van de kapers te zijn, inderdaad Paul Saimima. Dus ik ben hem gaan aftasten om te voelen of ik kon vinden waar die geraakt zou zijn. En ik voelde dus ook dat er iets bij zijn oogkas moest zijn. En de telefoon gaat.
Ik neem hem op en ik krijg een Molukker aan de telefoon. Die helemaal door het lint is. En die zegt van, er is een maat van mij gewond. En je moet met spoed ambulance komen. En je moet hem opkomen halen bij de trein. Want hij is zwaar gewond. En hij moet nu komen. En toen heb ik voor elkaar kunnen krijgen, door daarover te onderhandelen, dat eerst die twee oudere mensen uit de trein kwamen. En dat daarna pas zijn gewonde mede-treinkaper naar buiten kwam. En toen hebben ze een deur van de wc opgetild, of eruit uit de scharnieren gehaald, en hebben ze hem daar bovenop gelegd. En vastgebonden. De deuren zijn opengemaakt en we hebben hem naar buiten gebracht. En op een gegeven moment hoorden we allemaal mensen in het veld lopen. We hoorden dat mensen in sloten vielen en elkaar aanriepen en paniek, geschreeuw. Dat was een heel spannend moment op zich. En er waren ook collega's die konden zich niet goed houden. Die wilden dus die mensen gaan helpen, want het was angstaanjagend, zoals sommigen nog aan het schreeuwen waren. En toen, dat zal ik ook nooit mijn hele leven vergeten, wat ik toen zag gebeuren. Dr. Prins begeleidde ook die twee oude mensen naar die plek en bekommerde zich ook om het slachtoffer, de Molukker, die daar bloedend op die deur lag. En toen stond hij op en toen liep hij terug naar de trein. Toen waren de deuren dicht en ja, dan sta je op dat moment dus eigenlijk in dubio van wat doe ik nou? Loop ik door en je hebt best kans dat goed gaat? Of ga ik terug naar binnen? Eigenlijk vond ik dat ik dat niet kon maken, weglopen. Dus ik heb een kiezel uit dat grindbed gepakt. Heb op die deur geramd en heb gezegd dat ik er weer in wou. En toen kreeg ik keurig een hand van die kaper en die trok me weer omhoog. En toen vroeg ik hem aan de telefoon en ik kreeg hem ook aan de telefoon. Ik zei, dokter, wat doet u nu? En toen zei hij van, de mensen hier in de trein hebben mij harder nodig dan jullie daarbuiten. En betrekkelijk kort daarna was kennelijk bij hun het besef doorgedrongen dat wij als gegijzelden op dat moment eigenlijk een ideale gelegenheid hadden gehad om, in hun ogen dan, misbruik van de situatie te maken door, weet ik wel, hun aan te vallen of weg te lopen of wat ook. Omdat dat niet gebeurd was, omdat we feitelijk de leiding hadden overgenomen. Dat heb ik altijd zo geïnterpreteerd. Hebben ze betrekkelijk kort daarna gezegd dat ze vanaf dat moment geen van ons meer een haar zouden krenken. Op de voorlaatste dag van de kaping, toen zijn twee bemiddelaars, mevrouw Sjemoekiel en de heer Koelwaal, die zijn naar de trein gegaan en kwamen tot onze grote verbazing terug met de mededeling dat, ze gaven het op. Memang, beta tahu yang beta ada pengaruh di dalam itu anak-anak muda. Karena seperti tadi beta bilang bahwa dorang bukan dia beta punya oknum, dorang dia nama Sjemoekiel. Jadi tentu beta tahu bahwa biarpun bagaimana, tetapi toh dorang junjung itu nama Sjemoekiel. Jadi tentu. Mevrouw Sjemoekiel gebracht naar voren dat we goed moeten over nadenken. Dat wanneer wij verder gaan met de actie die wij op dit moment al een x-aantal weken mee bezig waren, dat onze mensen op de Molukken grote problemen zouden krijgen. Beta dapat berita bahwa itu anak-anak mesti stop dengan itu kereta api. Apakah memang ada ancaman bahwa akan diadakan tindakan di Maluku? Ya, beta bilang dorang mesti stop dengan itu kaping. Itu saja. Lantas dorang terima itu apa yang beta punya perasaan. En dat was voor ons dus iets waar wij niet wilden. Dat door ons toedoen onze mensen op de Molukken problemen kregen. En uiteindelijk denk ik vanuit het respect hebben voor haar positie als de vrouw van de vorige president, hebben de jongens zich overgegeven. Meneer Samen belde mij de avond tevoren op. Morgen word je verwacht in Bijlen. Er komt een ontknoping. Toen de dag kwam dat wij onze wapens inleveren bij onze eigen mensen. Ja, de tijd is aangebroken om je in te stellen op een lange gevangenisstraf. En we gingen toen vanuit 20 jaar. Toch met het gevoel van we staan nog steeds achter hetgeen wat we gedaan hebben. Ondanks dat wij
mensen hebben geëxecuteerd, dat we toch erachter, met z'n allen nog steeds voor 100% erachter staan. Bij die overgave hadden we de afspraak gemaakt dat de kapers zouden hun wapens in of bij de trein neerleggen voor onzichtbaar. Ze zouden met de heer Manoussama en mevrouw Somoekhil naar buiten komen. Ze zouden daar bij die kop van die trein wachten tot wij op afstand daar genaderd waren. Wij zouden ongewapend zijn, dat waren we ook. We hadden wel de afspraak met de mariniers, dus als het verkeerd zou lopen zouden wij de politiemensen onmiddellijk op de grond gaan liggen en de mariniers zouden ingrijpen als dat nodig zou zijn. Nou, dat is geen ogenblik aan de orde geweest. Ik dacht dat ik schitterend nieuws had in dit stralende zonnetje. Enkele minuten geleden zag ik vier Molukkers met de onderhandelaars naar buiten komen. Op dit moment zie ik rijkspolitiemensen en mariniers naar de ingang van de trein lopen, maar nog steeds geen gegijzelden. Er komen ook helikopters. Politie gaat zich opstellen als een cordon rondom de trein. We kwamen binnen, we hebben de zaak verdeeld bij het instappen in de trein. Koeval en ik gingen de ene kant op en toen zei ik, dames en heren, het is voorbij. Ik ben dokter Diema. Als er iemand is die ziek is, wat dan ook behulpzaam is, dan wil ik ze begeleiden naar Rode Kruis die hier vlakbij is. En ik heb gewoon gezegd, het is voorbij. Dit waren dus de zogenaamde bommen. Het zijn denk ik doosjes van badminton shuttles die gewoon met aan weerskanten een trekbommetje van die knalkoortjes zaten die aan de deuren vast. Waardoor wij veronderstelden, het was ons ook gezegd, dat als je aan de deuren zit, dan ontploft dat zaakje. Toen de kaping afgelopen was, toen vroegen we of dat dan niet weg moest. En toen ontstond er een groot gelach van, we hebben jullie al die tijd voor de gek gehouden. Haal ze zelf maar weg. Ik dacht, nou ja, dat is nu einde drama. We kunnen waarachtig richting huis en we verlieten de trein. En ik kreeg een Rode Kruis gewondenkaart om mijn nek. Een van de kapers, daar had ik van gezien dat hij een schroevendraaiertje bij zich had. Ik heb hem ook gevraagd, welke noodrem hebben jullie nou precies aangetrokken? En vervolgens heb ik het bordje losgeschroefd, in mijn zak gestopt. Ik ben niet van plan om te retourneren naar de spoorwegen. En dat zullen ze me hopelijk niet kwalijk nemen. Zouden ze het toch terug willen hebben, dan heb ik ook iets wat ik terug wil hebben. Namelijk het ongebruikte gedeelte van het retourtje Assen-Hogeveen, wat ik nog altijd in mijn bezit heb. Vijf dagen na de ontknoping van Wijster geven ook de bezetters van het Indonesisch consulaat in Amsterdam zich over. Na de toezegging van de overheid dat er wederom een gesprek zal komen tussen president Manoussama en de Nederlandse regering. De rechtbank in Assen heeft vanochtend de zeven Zuid-Molukse treinkapers elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Officier van justitie had straffen geëist van 12 tot 18 jaar. Politieke motieven hebben duidelijk een rol gespeeld bij de straftoemeting.